Japanse techniek om stress te verminderen. Japanse techniek om stress te verminderen. Laten we eerlijk wezen, we zijn allemaal van tijd tot tijd wel eens gestrest. Het goede nieuws is echter dat dit helemaal niet nodig is. Er zijn genoeg manieren om stress te verminderen, waaronder deze zeer effectieve Japanse methoden. Probeer ze zelf maar eens. Verplichtingen, druk, zorgen, problemen en al deze stressvolle aspecten van het leven kunnen op een hele negatieve manier samenkomen in je lichaam. Voordat je het weet voel je je moe, lethargisch of prikkelbaar. Stress is zo alomtegenwoordig dat het eerder de regel, in plaats van de uitzondering in ons leven lijkt te zijn. Het goede nieuws is dat er verschillende technieken bestaan die je kunnen helpen om stress binnen slechts enkele minuten te verminderen. In dit artikel zullen we een paar van deze technieken met je delen. Japanse anti-stressmethode. Wanneer je lichaam voelt dat er iets mis is of dat er sprake is van mogelijk gevaar, dan reageert het hier gelijk op. Stress is een van deze reacties. In kleine hoeveelheden kan stress ook goed zijn voor je lichaam, maar zoals het gezegde luidt, overdaad schaadt. Stress veroorzaakt zowel lichamelijke problemen als emotionele aandoeningen. De redenen waarom iemand last krijgt van stress, kunnen erg van elkaar verschillen, hoewel onze baan en onze verplichtingen de voornaamste oorzaken zijn. Misschien ook interessant een heerlijke anti-stress smoothie om stress en de gevolgen ervan te kunnen verminderen, kun je onder meer gebruik maken van een zeer effectieve Japanse methode, die je op elk moment van de dag kunt toepassen. Deze methode is gebaseerd op een Oosterse kunst die ook wel bekend staat als Jinshin Jiutsu, de kunst van gelukzaligheid, en vereist maar 5 minuutjes van je tijd. Deze Japanse filosofie gaat uit van het idee dat alle punten in het lichaam met elkaar verbonden zijn. Daarom wordt deze methode ook uitgevoerd met behulp van je handen. Het idee is als volgt: elke vinger is verbonden aan een of meer organen en emoties. Daarom zou je je alleen moeten richten op de vinger die een energetische boodschap kan sturen naar het aangedane lichaamsdeel. Het is eigenlijk heel simpel, voer 3 minuten druk uit op het puntje van de vinger of vingers die verbonden zijn aan het probleem of gevoel waar je last van hebt. Begin met je rechterhand en doe vervolgens hetzelfde met je linkerhand. Als het probleem dat je hebt volgens deze techniek bijvoorbeeld verbonden is aan je middelvinger, houd je middelvinger dan met je andere hand stevig vast, met je vuist gesloten, en druk zo hard op het puntje als je kan, zonder jezelf pijn te doen. Hoe weet je welke vinger verbonden is aan welke emoties en organen? Dat leggen wij je hieronder haarfijn uit. De duim. De organen die verbonden zijn aan deze vinger, zijn de maag en de mild. En de emoties waar deze vinger invloed op heeft, zijn zenuwachtigheid, depressie en zorgen. De voornaamste symptomen waar je op moet letten, zijn hoofdpijn, buikpijn, nervositeit en huidproblemen. Lees ook 6 gewoonten die angst en depressie kunnen veroorzaken. De wijsvinger. Je wijsvinger is verbonden aan je nieren en blaas. En de emoties waar je op moet letten zijn angst en verwarring.
Als je regelmatig last hebt van spierpijn of problemen met je spijsvertering, probeer dan eens druk uit te oefenen op deze vinger. De middelvinger druk uitoefenen op je middelvinger kan behulpzaam zijn bij problemen met je lever en galblaas. Dit werkt ook bij emoties als woede en prikkelbaarheid. Symptomen die op dit soort problemen kunnen wijzen, zijn hoofdpijn, menstruatiekrampen, vermoeidheid, bloedproblemen en problemen met het gezichtsvermogen. De ringvinger. Je ringvinger is verbonden aan je longen en dikke darm. In het geval je verdrietig of pessimistisch bent, of als je last hebt van ademhalingsproblemen als astma of een slechte spijsvertering, dan kan het zeer behulpzaam zijn om druk uit te oefenen op je ringvinger. De pink. Deze vinger is verbonden aan je hart en dunne darm. Oefen druk uit op deze vinger wanneer je last hebt van botproblemen of als je last hebt van vermoeidheid of een slecht humeur. Lees ook, liefkozingen verzorgen het hart. Meer Japanse technieken om gedag te zeggen tegen stress. De helft van de wereldbevolking heeft last van stress, waardoor iemands productiviteit op zijn werk achteruit kan gaan en hij last kan krijgen van problemen in zijn persoonlijke relaties. Daarnaast is stress ook zeer slecht voor je gezondheid en kan het ernstige problemen als gevolg hebben, zoals een hartaanval. Naast de bovenstaande techniek met je vingers, raden wij ook aan om stress tegen te gaan door gebruik te maken van andere Oosterse methoden. Een wandeling door het bos. De oorspronkelijke benaming voor deze methode is Shinrin Ioka. In dit geval is het de bedoeling dat je een wandeling maakt door een natuurlijke omgeving, waarbij je gebruik maakt van je vijf zintuigen. Dit houdt in dat je tijdens het wandelen ook de bomen en planten aanraakt, dat je de frisse lucht inademt, de geur van de bloemen en het landschap opsnuift, dat je naar het gezang van de vogeltjes of de wind die door de bomen ruist luistert, dan je het landschap om je heen observeert of misschien wel een paar wilde vruchten probeert. Om van deze ervaring te kunnen profiteren en ervoor te zorgen dat het werkelijk voordelen oplevert, is het verstandig om het een paar keer per week te proberen, waarbij elke wandeling minstens een uur duurt. Als je in een grote stad woont, dan zal dit misschien iets lastiger voor je zijn, maar zelfs dan is er vrijwel altijd een park waar je even naartoe kunt gaan. Ook kun je gebruik maken van je weekends om iets verder buiten de stad een uitstapje te maken en te ontspannen. Eén zijn met de natuur is zeer goed voor je gezondheid. Neem dan ook geen elektronische apparaten met je mee, zodat je niet afgeleid kunt worden door berichtjes en dergelijke, en probeer je werk, problemen of slecht nieuws even naast je neer te leggen. Dit soort wandelingen zullen je cortisolgehalte verlagen, angst verminderen, je bloedsuikerspiegel reguleren en je immuunsysteem versterken. Lees ook, waarom wandelen gunstig is voor de hersenen. Reiki. Reiki is bedoeld om bepaalde punten in het lichaam te stimuleren en positieve energie te sturen. Dit kan vervolgens helpen om zowel innerlijke als uiterlijke harmonie te creëren, waardoor stress, angst en nervositeit verminderen. Deze spirituele techniek is afgeleid van het boeddhisme en is gebaseerd op onze innerlijke levenskracht, ook wel bekend als KI. Om van de voordelen die deze techniek biedt te kunnen profiteren, zou je een leermeester of een deskundige op het gebied van Reiki moeten raadplegen. Een Reiki-sessie kan ongeveer 45 minuten duren.
Gedurende deze 45 minuten lig je stil op een mat, luisterend naar zachte muziek, en adem je de geur van etherische oliën of wierook in. Tegelijkertijd zal een deskundige zijn handen dicht bij je chakras plaatsen, om de energie vrij door te laten stromen. De ontspanning en vredige gevoelens die velen hierbij ervaren, zorgen ervoor dat mensen vaak zeggen dat ze het gevoel hadden alsof ze zweefden. Wij raden aan om één keer per week een Reiki-sessie uit te laten voeren, of net zo vaak als nodig is om je stresslevel onder controle te krijgen. Natuurlijk bestaan er nog veel meer manieren om stress te elimineren. Yoga, meditatie en zelfs Aikido, een Oosterse vechtsport die mentale rust bevordert en geweld afkeert, kunnen allemaal behulpzaam zijn. Probeer ze zelf eens, je lichaam en geest zullen je zeker dankbaar zijn.